nog even. Sorry. Ja, ja, ik spreek je. Sorry, ik moet even iets voor een andere podcast. Dankjewel, Rutger. Mag ik je een tip geven als radiomaker? Ja, eerst even een minuut stilte opnemen. Okay. En dan kan je straks de introductie inspreken in die stilte. En heb je het geluid al. Ja. En dan kan je veel makkelijker editen. Oké, okay. Dank je. Even zo. Studio Weekend is een podcast uit Groningen, met elke week weer anders. Dit weekend... Dennis en Tom reizen naar Amsterdam voor een middagje Echt Gebeurd en een interview met Micha Wertheim. Alvast een fijn weekend. Hij doet het. Nice. Tom, je bent terug. Ik ben terug. Ik ook. Ja. Ik heb 3 weken. Na al die weken in spanning af te moeten wachten, is het nou eindelijk weer zover. Heb je het gemist? Ik heb het zeker gemist. En ik mis ook een beetje thee op het moment. Dus pak een schop of niet. Oh, het wordt weer zo'n uitzending. Zo. Dat hij net op is, ja. Ah, kut. Het gaat er overheen. Het is er voornamelijk op, omdat alles op het tafeltje ligt en niet in mijn glas. Ja, nee, ik heb vooral gehoord dat mensen Lotte misten. Maar ja, helaas is hij deze week niet aanwezig. Nee, precies. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Haar zusje krijgt vandaag examenuitslag. Hopelijk goed. Iets met morele steun. Ja, precies. Dus zij is in Fries thuis. In Fries. Oh, dat is letterlijk... Het was niet zo dat je niet de provincie afmaakte, maar er is Fries, gewoon een plek genaamd Fries. Okay. Kijk, de meeste mensen kennen wel Zwifterband, maar Fries Fries ligt vlakbij... boven Assen, onder Eelde. Oké. Metropool van Drenthe. Netjes. Ja, dus nu moet je het maar met mij doen. En ik moet het met 1 bodempje thee doen. Ja, het beloofd dat je dit keer niet ging zingen. Dus dat ja, dat is waar. Dat is waar. Het hou niet op. Yeah. Maar je hebt afgelopen zaterdag wel gezongen op de Nacht van Kunst en Wetenschap. Klopt, ja. Heb je verder nog wat gezien van de Nacht van Kunst en Wetenschap? Ik had zo'n stoer bandje en zo. En dan mag je ineens overal naartoe. Ik maak nog steeds om, want ik ben lui en pretentieus of zo. Maar dus ik ben... Na mijn eigen dingetje heb ik eerst nog wat andere singer-songwriters die er ook speelden wat zitten aanschouwen. Mm. En toen ben ik wat doorgelopen naar het Scheepvaartmuseum, dacht ik. Ja. Daar heb ik The Given Horse gezien. Die wat? The Given Horse, dat is een duo. Okay. Die doen ook wel leuke dingetjes op zich. Ja. En toen ben ik daarna nog wat dingetjes wat rondgelopen, wat dingen bekeken in de A-kerk ook. En toen ben ik uiteindelijk, was er om 11:45 volgens mij, werd daar de eerste 3D geprinte gitaar ter wereld bespeeld. Zo. Door Joost Dijkema. Dat is ook heel, vind ik ook, doe best wel leuke dingen. Vind ik ook wel. Okay. En die speelde daar een setje op een gitaar. Dat is ook wel leuk, dat is interessant. Op een geprinte gitaar? Op een 3D geprinte gitaar, wow. Ja. Ja, het was wel een dingetje. Maar jij dan? Heb jij nog wat gedaan? Ik had zelf een installatie. De Rijtenmakers Rijgen, dat is zeg maar tussen de 2 Minerva-gebouwen bij het KPN-gebouw. Vlakbij het muziekpodium. Ja, er werden ook allemaal feestjes gevierd. Klopt, dus er kwamen genoeg mensen voorbij bij onze installatie. Het was gratis, dus we hadden best wel een goede aanloop. Dus dat was wel tof. Netjes, ja. Maar dan moet je de hele dag, of tenminste de hele nacht dan ook bij zijn, zeg maar. Ja, van 9 uur tot 1. Zo, 1 uur nog iets. Ja. Oké. Ja, dat is echt leuk. Succes was het. Ja, ik vind de nacht sowieso heel erg leuk. Ja. En dit keer mochten we vanuit Minerva daar zelf iets doen. Ja. Dus dat was wel tof. Ja, het is tof dat het er weer is ofzo. Want eigenlijk zou het vorig jaar de laatste editie zijn. Echt waar? Ja. Oh, dat heb ik ook niet meegekregen. Het was maar voor een bepaald aantal jaren of zo gepland. Oh. En het bleek een succes te zijn, dus toen ging het gewoon lekker door. Mooi. Ja. Zeker. Goed, wij zijn ongeveer een maand geleden, juist, 17 mei, zijn we naar Amsterdam gegaan. Een wereldreis afgelegd naar de grote stad, zoals we dat hier zeggen.
Een grote stad. Ja, naar Amsterdam. En waarom zijn we erheen gegaan? Echt? Ja, we waren er met een reden. Ja. We waren niet zomaar op avontuur. We gingen naar Onder het Hilton. Onder het Hilton. En daar is Comedy Club Toemler. Juist. En wat deden wij daar? We gingen daar een live opname bijwonen van Echt Gebeurd, als ik het wel heb. Echt Gebeurd? Ja. Echt Gebeurd is een verhalenvertelmiddag. Van een podcast. In Toemler. En hoe vond jij de verhalen? Ik vond het leuk. Ik vond het, want je weet sowieso natuurlijk niet. Het is anders dan wanneer je gewoon die podcast zelf thuis op je bank om 3 uur 's nachts aanzet als je niks te doen hebt of zo. Of als je, want dan heb je één verhaaltje per keer. Ja, precies. Dan denk je ook van ja, oké, want het is al opgenomen en ze wilden het wel online zetten blijkbaar. Ja. Maar nu kom je, nu kan er van alles gebeuren. Ja, ja, precies. En het is volgens een thema. Het thema was dieren. Er waren echt hele leuke verhalen. Ja. En om daar wat meer over te weten te komen, heb ik een van de organisatoren geïnterviewd. Kijk. Want. Vrommers. En dat was Micha Wertheim. Juist. En die kennen we misschien wel van zijn cabaret. Klopt, ja. Daar heb ik ook een beetje naar gevraagd. Zullen we nu gaan luisteren? Dat vind ik een goed idee. Dankjewel dat je tijd wil maken, Micha. Ja. Nou, Echt Gebeurd vandaag. Laatste bijeenkomst voor de zomerstop. Echt Gebeurd in Toemler, in Amsterdam. Wat is het? We zijn een podcast, net als wat jij maakt. Maar onze podcast wordt live opgenomen. Ja. Dus wij vragen mensen om een waar gebeurd verhaal te vertellen dat ze zelf hebben meegemaakt. Afgekeken van de MOF. En dat is ook een podcast die wij dan weer uit Amerika kennen. En wij, dat zijn Panny Cornelis en ik. Die zijn er ooit mee begonnen. En Eva-Maria Staal en Roos van Toledo. En kwam eerst dan die vertelmiddag of is de podcast? Of we waren al heel erg fan van de podcast. En we luisteren allebei, Pauline en ik, naar heel veel podcasts. En we hadden het idee dat het heel leuk was om zoiets in Nederland te doen. Voor mij geldt heel erg dat ik vind comedy heel leuk. We zitten nu ook in Toemler, waar ik veel opgetreden heb. We hebben nu ook de muziek van de bar. Alleen ik had het idee dat ik het wel eens jammer vond dat je bij comedy altijd richting de grap redeneert. En ik dacht, het is wel eens leuk om eens een keer voor mezelf ook om te oefenen. Om niet alleen op de grap af te gaan. En dat kan bij waar gebeurde verhalen heel goed. En toen was ik in Amerika een paar keer bij een storytelling event geweest. Nog voordat het heel erg doorbrak. Ja, Vatsap was nog niet op zijn doorgebroken. Maar toevallig was ik ooit bij het Edinburgh Festival. Alweer 20 jaar geleden heb ik daar een keertje meegedaan met iets. En toen leerde ik die mensen kennen die daar nu nog steeds in zitten. En toen raakte ik helemaal geïnspireerd. En toen wou Pauline doen. En toen ging het samen doen. Ja, want er zit niet alleen humor in het grap, maar ook in tragedie en in dingen waarmee je kan identificeren. Ja, er zit eigenlijk het minste humor in een grap. Omdat een grap, die roept al, ik ga grappig zijn. Ja. En net als een vrouw die heel erg sexy gekleed is, is wel sexy. Maar het is veel sexier als ze niet heel sexy gekleed is. En dan eens even naar je kijkt op een manier dat je denkt, hey. Ja. En zo vind ik het humor ook veel leuk als het onverwacht is. Precies. Vorige week was ik naar je voorstelling in Groningen. En in die voorstelling ben je ook een beetje aan het doorschemeren van, ja, eigenlijk wil ik geen stand-up date hebben. Die is wel niet voor jullie. Is dat nou, bij cabaret vind ik het probleem wel dat het probleem is altijd bij cabaret het woord lachen. En dat heeft een beetje, dat is een beetje dezelfde context die porno heeft, van dit woord geil. Dat de context zo dwingend is, dat eigenlijk moet je als cabaretier, om het echt spannend te maken, moet je als eerste de zaal laten vergeten dat ze bij een cabaretvoorstelling zitten. Want dan komt de grap pas onverwacht aan. Ja. Dat heb ik niet verzonnen, maar dat zie je bij iedereen. Er moet iets aan de hand zijn, dan vergeet je het. En dan opeens denk je, oh ja, is toch wel wat grappig. Ja, want als het volgens de norm gebeurt, dan is het niet meer verrassend. En dan wordt er moppetappen achter elkaar. En
die echte verhalen. Het is natuurlijk heel anders dan om erbij te zijn en om het te horen. Maar ik vind zelf een podcast, ik vind comedy vaak ook het beste werken via audio. Ik vind, dan om een of andere reden kom je dan dichterbij dan bij tv-opname. Ik vind natuurlijk sommige dingen zijn heel visueel. En in mijn voorstelling zit ook iets waarvan je denkt, dat zou kwijtraken als je dat als audio op zou nemen. Maar op zich, goede stand-up werkt voor mij het beste via mijn oren. Dan zit ik er dichterbij, dan kan ik er iets bij voorstellen. Terwijl op tv word ik de hele tijd geconfronteerd met het feit dat ik niet aanwezig ben daar. Dus ik vind, ik ben zelf een heel erg radiofan. Ik luister eigenlijk alleen maar naar podcasts. Ik ben zo'n radiofan dat ik niet meer naar Nederlandse radio luister, omdat er eigenlijk niet meer naar te luisteren is bij me. Had je vroeger ook veel comedy records, zeg maar cd's van eigenlijk niet. Pas toen ik begon op te treden, ben ik begonnen met ernaar te luisteren. Ik was helemaal nooit zo mijn plan. Ik wilde altijd radiomaker worden. Okay. En eigenlijk toevallig ben ik in comedy terechtgekomen, in cabaret. En toen ben ik me er wel in gaan verdiepen. Toen heb ik veel geluisterd en zo. Maar eigenlijk vroeger helemaal niet. Mijn ouders hadden een plaat van Cote & B. En daar luisterde ik wel eens naar. En ook dat soort Cote & B op plaat is veel intiemer. Ja. Is het, volgens mij maak jij comedy meer als een soort kunst, een autonome kunst, misschien. Omdat het heel erg conceptueel is, op de grap weer reflecteren. Ik speel heel erg, ik koketeer er heel erg mee. Ja. En dat is mijn manier om mensen af te leiden van het feit dat ze gewoon bij cabaretvoorstelling zijn. Iedereen doet dat zo op zijn eigen manier. Andere mensen gaan een liedje zingen. Ja. En tussendoor zijn ze verschrikkelijk grappig. En dan denk je, het is eigenlijk meer een muzikant. En weer andere mensen zeggen, je bent eigenlijk meer dit. Maar dat zijn allemaal trucjes om de nadruk niet zo te leggen op de... Op het feit dat het grappig moet zijn. Dus ik weet niet, ik vind de definitie kwestie wat kunst is en wat niet kunst is eigenlijk totaal oninteressant. Ja. En als iets heel erg dwingend kunst is, vind ik het vaak heel saai. Ja. Dus ik. Heb je ook wat voorbeelden uit Amerika? Jij raadde me aan Louis C.K., die kende ik al. Dus echt, heeft ook een heel ik raadde je de podcast van Fresh Air. Want dat is een vrouw die op een hele intelligente manier, op een goede manier comedians interviewt. Ik vind dat heel weinig gebeurt. Ja, je hebt Mark Maron, dat is een podcastluisteraar. Iemand die dat veel doet. Maar Terry Gross is wel beter, vind ik. Mark Maron wil eigenlijk ook altijd de hele tijd laten merken dat hij zelf ook een hele goede comedian is, wat hij niet is. Nee. Dat is aandoenlijk, en daardoor het is heel eerlijk en naakt. Ja. Maar het is niet, het levert soms heel goede dingen op, maar Terry Gross kan echt gewoon interviewen. Hij kan heel goed kijken en luisteren naar wat iemand maakt. En dan hele goede vragen stellen. Haar interview met Chris Rock vind ik ook heel erg goed. Waarin Chris Rock haar ook weer de les leert op een gegeven moment. Maar het is heel goed. Maar Louis C.K. is niet eens, maar ik ben niet zo eens van. Ik vind zijn tv-programma wel goed. Ik vind zijn stand-up goed, maar ik vind het niet. Ik vind wel dat er heel mooi over praat. Maar ik vind Doug Stanhope als comedian veel interessanter, veel gevaarlijker. Okay. Ja, want het tv-programma van Louis is beter omdat het wat droger is. Of dat meer... Ik vond de eerste 4 afleveringen van het verschrikkelijk, omdat ik ze heel moraliserend vond. Ja. En om een van de redenen, toen ben ik toch door gaan kijken, omdat ik nou eenmaal die dvd-doos had, heb ik dat net kinderen gekregen en ik was al lang blij dat ik even een half uurtje iets anders kon doen. Ja. En toen vond ik het toch wel heel goed, omdat het is een hele andere manier van comedy maken. Dus het is geen lachband. Het is, ook hij gaat eigenlijk niet hard op de comedy. Het hoeft niet grappig te zijn. Hij wil een verhaal vertellen. En dat doet hij met gevoel voor humor. En dat is voor mij, iedere kunstvorm moet humor hebben. Als een schilder geen gevoel voor humor heeft of een schrijver, dan haak ik ook af. Er wordt altijd een beetje laagdrunkend over gedaan, maar ik vind eigenlijk dat humor daar begint en eindigt kunst. Omdat humor het niet serieus nemen van de schepping is. Het maakt het los. En als kunst humorloos is, dan wordt het religieus. Ja. Dan wordt het een soort heiligheid van, van deze kunst word ik een beter mens. Terwijl humor juist zegt, een beter mens, dat bestaat niet. Ja, het kan ons nog wel een les hebben, maar daarna gooit het die weer om misschien. En dan is het precies. Dus het gaat meer over ambiguïteit en over dubbelzinnigheid en over tegenstellingen. Ja. Ja.
Ja, ik had een aantal onderwerpen, maar die heb je eigenlijk allemaal maar gecoverd nu. Nou ja, dan is mijn tegenvraag. Maar als je dat nou zo leuk vindt, maar je maakt zelf een podcast, je vindt humor leuk. Kom een keer bij Echt Gebeurd een verhaal vertellen. Kijk een keertje op onze website, echtgebeurd.net. En dan helpen we je om het verhaal te maken. Als je nou geen goed verhaal hebt. Ja, maar iedereen heeft dan een goed verhaal. Alleen je hebt allemaal wel iets meegemaakt. Ik kijk naar een thema en meestal denk ik, ja, dat was niet zo spannend. Maar als je erover vertelt, dan blijkt, oh ja, dat was toen. En dan langzaam blijkt er altijd meer aan de hand te zijn. En ik denk dat het de beste manier is om bewust te worden van wat je kan. En om te laten zien. En ook om te snappen wat je doet. Dus dat eindigt met een uitnodiging van mij om bij Echt Gebeurd te komen. Naar jou en je luisteraar. Ik ga het zeker overleven. Nou, leuk dat je er was. Dus. Ja, dat was dus. Wanneer ga je verhaal vertellen? Wanneer ga ik weer. Oh shit. Oh, stop hem. Ja, okay. Ja, oh, gelukkig. Soundcloud is wel moeilijk. Ja, goed. Ja, wanneer ga je verhaal vertellen? Ja, er zijn cursussen deze zomer en ik was van plan om me daarvoor aan te melden. Kijk. En. Heb je al een idee waarover je wilt vertellen dan? Nou, daar kom ik dan wel achter, want ja, ik heb natuurlijk wel een verhaal. Maar... Ja, dat. Het moet andere mensen hebben om te zeggen van ja, dat verhaal moet je vertellen. Want anders dan heb je er niet. Ja, nee, dat was echt leuk. Goed gesprek, joh. Het ging nog best wel de diepte in. Ja, ik zat echt van ja, ik heb mijn vragen, maar toen ik zat, was ik het allemaal weer vergeten. Ja, precies. Interview is altijd een beetje lastig. Ik weet niet wat je moet verwachten. Ja. En zeker omdat hij in zijn voorstellingen echt zo'n heel erg typetje heeft. Een beetje een arrogant typetje, maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Ja. En het was wel leuk, want in het begin, ik begon veel te snel. En toen zei hij, even wachten, even wat geluid voor zeg maar de fade-in. Dit was take 7, stiekem gewoon. Nee, dat viel wel mee. Maar hij had goede tips, ook over audio en, want ja, hij wou radiomaker worden vroeger en is hij ook. Met deze podcast natuurlijk. En het is echt gebeurd. En hij gaf me laat aan het einde nog de tip van hey, misschien moet je microfoon heen en weer doen, zeg maar. Want dan is de stem wat duidelijker en heb je de achtergrondmuziek niet zo. Want ik had hem op tafel gelegd. Oh, ja. En nou, het was wel duidelijk merkbaar dat ik hem op tafel had gelegd. ja, laat het Lord niet horen dit. Ja, dat terzijde. Ja, dus wij hebben toevallig net ook Louis gekeken in die serie waar het even over had. En inderdaad, wat hij zegt, nou ja, herken je dat wel? Ja, hij heeft wel sowieso een hele herkenbare stijl zonder dat hij het opdringt of zo. Hij houdt het allemaal heel erg bij zichzelf of zo. Ja. En en dat mag dan best wel abstract worden af en toe of zo. En dat kan ik wel waarderen. Van die absurdistische elementen in een vrij droge situatie. Ja, klopt, ja. Maar dan schakelt hij hem toch weer heel mooi tussen op zijn. Ik ben ook begonnen met luisteren naar die interviewster waar hij het over had, Terry Gross. Ja, zo leer je nog eens wat van zo'n wereldreis naar het westen. Nou ja, het is vooral meer dat je kan hem persoonlijk de vraag stellen in plaats van dat je altijd maar moet lezen wat die persoon vindt. Ja. Of, dat is toch wel, werkt toch wel wat beter. En wat hij ook zei, de audio is een heel intiem medium. Nee, je stelt jezelf heel naakt op eigenlijk. Ja. Ik heb ook geen kleren aan nu, dat is gek. Niemand heeft het door. Ja. Ja, dus nee, ik heb hier heel veel van geleerd van de interview. Ja. Dat is tof. Ja, en ik ga zeker meedoen aan Echt Gebeurd. Ja. Kijk, en dan gaan we weer enorm naar Amsterdam. En ik ga microfoons aanschaffen voor op mijn opnameapparaat. Lekker bezig, we komen er wel. Ja, want jij was mee en toen moest ik jou even achterlaten. Want klopt, dan zat ik lekker breindood mijn Facebook feed te checken. Allemaal filosofische gesprekken aan het voeren was. Maar goed, ik heb ervan genoten. Het is ook sowieso een hele toffe middag ook gewoon. Het is, je verveelt je niet of zo. Nee. Dus, waarom zou je eigenlijk geen verhaal gaan vertellen? Ja. Moet ik daar weer naar op zoeken. Ja. Ja, ik weet. Ja, wat nou als jij ook nog meedoet, dan stel je voor, ik ga niet door, ik kom niet door de ronde. Ja, precies, ja. Want je krijgt zeg maar een soort van coaching. Mm-hmm. Maar ik heb geen idee wat voor... Jezus, die wordt opgenomen. Dat moet je niet nu zeggen. Die moet ik niet zeggen. Dan moet ik ja of nee zeggen. Dat is moeilijk. Oh, ja, ik zet je nu voor het blok. Ja. Nee, dat is ook niet zo goed. Nee, maar misschien doe ik het dan. Ik weet het, ervoor overwegen. Ik ga sowieso in het publiek zitten. Of een van de luisteraars. Die precies, ja. Het maakt niet uit hoe oud je bent, of hoe jong je bent, of wie je bent.
Het zijn verhalen van iedereen. Heel vrij toegankelijk. Ja. Ja, alleen het is alleen behalve vrij dan, toegankelijk, want je moet wel een kaartje kopen. En het is in Amsterdam en het is onder een comedy club. Ergens op, in Oud-Zuid. En ja, precies. Ja. Nee, maar het is wel toegankelijk. Alleen het kost even tijd en moeite. Ja. Maar de podcast is gratis en toegankelijk voor iedereen. Dus, kijk. De verhalen zijn vrij. Goed. Juist. Dankjewel voor het meegaan. Tuurlijk, ja. Ik vond het gezellig. Ik ook. Ik hoor net dat het zusje van Lotte is geslaagd voor de examen. Woep. Kijk. Dus we gaan even bellen om te feliciteren. Hey joh. Ik bel Lotte gewoon. Zij niet dat het zo live de presentator is. Dan is het toch nog een beetje in de aflevering. Ik denk dat we het wel horen. Zo sluit je een podcast af. Hoi. Hoi Lotte, met Dennis. Oh, kun je koptelefoon erbij zetten? Ja, dat kan wel. Ik ben hier met Tom. Heyo. Dennis, hoi. Hoi. Hallo. Hoi. Oh, mijn koptelefoon. Hallo. Hoi. Hoi. Oh shit, het gaat helemaal mis. Oh nee. Hallo. Hoi. Hallo. Goed, gefeliciteerd Liz met je slagen. En Robin. En goeie, Robin. Een goede vriend van ons. Die heeft volwassenen onderwijs. Ja, precies. Hij is ook geslaagd. Het idee is dus dan kan hij eindelijk de studie gaan doen die hij wil. Kijk. Dat is fijn. En we wensen allebei heel veel succes. En iedereen die geslaagd is. Gefeliciteerd. En als je niet geslaagd bent, dan zijn er nog herkansingen, toch? Ja. Dus voor degene die nog herkansingen moeten doen. Dat kan ook. Heel veel succes. En tot bij gebeurt. En tot bij ik ga een verhaal vertellen. Over mijn examens. Nou. Tom. Juist. Wij gaan even verder thee drinken. Ja. En we gaan naar de podcast van Terry Gross luisteren. Een interview met Chris Rock. Met Bergen Mango Chai. Met Mango Chai. Zo komen we erbij. Lekkere thee. We zeggen niet voor welke supermarkt die komt. Maar, ja. Mango Chai is geen merknaam, toch? Nee, volgens mij niet. Het is gewoon thee met mango. Ja. Dat telt. Prima, doen we het daarvoor. Goed, dat was het weer voor deze week. Het begint zomer te worden. Ik ga binnenkort verhuizen. Ik ga samenwonen met Lotte. Dat is je oproep voor mensen die toevallig willen helpen met mij. Ja, ik heb deze podcast niet wel gemaakt, maar eigenlijk had het een hele andere reden verder. Nee, maar het kan dus zijn dat de komende dat er nog wat sporadische afleveringen zijn. Dus niet dat volgende week gelijk weer een aflevering is. Volgende week denk ik wel. Maar de week daarna heb ik het erg druk met deadlines op school, studie. Dus dat wordt een week overslagen. En, gewoon elke dag soundcloud.com/studioweekend refreshen. Nou, ik zou voor aanraden om andere, als ik niks post, toch gewoon andere podcasts te gaan luisteren. Dat is ook een ding. En, dat is een prima medium. Ontdek het medium. Kijk. Hey Tom, dankjewel voor het co-hosten. Ik vond het gezellig. Ik ook. En we zien jullie graag bij de volgende Studio Weekend. Doei. Doei.